Hoekschop binnengewerkt. PSV is uiterst effectief. Het zijn... PSV op zoek naar de derde treffer en die is hier. Op slag van rust lijkt PSV het allemaal te beslissen. En is het weer Sangaré die toeslaat. Hij, de aangever, ook niet voor de eerste keer. Wat doet hij voor? Ja, iets terug. Gakpo, puntertje. Gakpo, rammertje. Het is 0-5. Gakpo face à l'équipe. Et l'égalisation du PSV Eindhoven. Gakpo tegen Fase. En binnen voor PSV. Deze hoekschop. Opnieuw Gakpo. Red Wait, en zo is het gelijk. Subtiele voetbeweging. Zonder risico die bal natuurlijk van Timber. En nu kan Gakpo gaan uithalen. En dat doet hij doeltreffend. En zo staat PSV met 2-1 voor. Gakpo er tussendoor. Gakpo komt ver. Gakpo komt heel ver. Komt er een schot? Er komt er een goal. Cody Gakpo. Als je tijd te geven, krijg je nog wel een beuk. Maar Gakpo heeft de bal. Hij legt er bij de tweede paal neer. Het is 3-1. Ja, goed gedaan hoor. Til laat zich niet wegzetten. Sterker nog, hij zet Van der Marel weg. En PSV komt. Vrije trap, Gakpo. Kopbal, Sangaré is binnen en zo doet PSV toch nog iets terug. Krijgt Gakpo. Voorzet Luc de Jong en de kopbal is binnen van Til. Het staat 3-2, eindelijk het doelpunt voor PSV. The others benefit from his presence. Ramsdale came for it, didn't get there! En El Ghazi. Nu wel raak. Scoren van de Eredivisie. Dat waarschijnlijk ook wel eentje maken. Of eentje aangeven nog. Ja hoor. This boy voor Noni Madueke. Die Gakpo. Daar is de voorzet op de Jong en daar is het doelpunt. Is het weer Gakpo met zo'n voorzet. En is het nu niet met het hoofd. Maar... Gakpo. Might get a second chance. And he scores the Dutch second goal. Daar is Til en daar is het doelpunt. Guus Til uit wat toch echt de eerste kans van PSV is in deze wedstrijd met 1-1. Gakpo, maar weer zo'n voorzet. Ja, maar weer zo'n voorzet. En weer Til en weer het doelpunt. PSV heeft een koppel gevonden. Van heel ver. En gooit er dat los. Ja, dan is het hangen voor Gakpo. Die moet er vanaf blijven. Gakpo kan er wel met de bal vandoor, want die stond geen buitenspel. Gakpo, 3-0. Luc de Jong. Is dit buitenspel of niet? Het mag voorlopig door. Gakpo voor zijn tweede en de vierde van PSV. Simons meegeven aan Gakpo. Wel te laat en de Jong komt er nu wel binnen. En al heel snel de voorsprong voor PSV. Daar lijkt Go Ahead in eerste instantie die hachelijke situatie. Tegenover Stankovic. En heel rustig. 2-0 PSV. Gakpo. En de versnelling. En het schot en de 3-0. Cody Gakpo. Bereikt al door PSV met die vele doelpunten in de eerste helft. En hier is de volgende eigen goal. Nu is het meer.